Hier voor het Endemolgebouw is het dringen geblazen voor de straalauto's. Via deze auto's wordt straks de uitzending van BNN live uitgezonden in China, Duitsland, Japan, Zimbabwe. Maar eigenlijk weten we met z'n allen al lang dat dit één grote grap is. Ik ben benieuwd waarom de pers hier dan toch in zulke grote getalen op komt draven. Hallo, waar ben jij van? Wereldomroep. Wereldomroep? Ja. Ga jij een heel serieus stuk maken? Heel serieus. Ja? Ja, ik doe hier verslag van voor de verschillende talen van de Wereldomroep. En wat ga je ervan maken als je zo kijkt? Nou, het valt me wel op dat wat ik heel erg typerend vond was wat ze zeiden van, nou, voel je niet een beetje alsof je voor God speelt? En toen maakte de presentator ervan, nou misschien speel je wel voor Sinterklaas. En ik denk dat kijkers ook het gevoel hebben dat ze misschien wel een beetje voor God spelen. En dat, ja, vond ik wel schokkend. Dat wordt een beetje jouw invalshoek? Nee, die ben ik nog aan bedenken. Maar jij ziet het echt niet, hè? Wat zeg je? Jij ziet het echt niet. Ik zie het echt niet. Je bedoelt of ik dit een goede manier vind om op die manier aan donoren te komen? Nee, jij ziet echt niet dat dit een grote grap is. Een grote grap? Nee, volgens mij is dit geen grap. Hier prik jij niet doorheen. Nee. Jij ziet in die dame geen actrice. But have you never thought about a joke? About? A joke, a hoax. A joke? Sorry, I don't understand your question. This whole show is one joke. Is one joke? Are you sure? Is a joke? Where are you from? I'm from Russia. Russia? Yeah. That's an end. That's a long way. No, I came from Paris. But it isn't important, yeah. You came all the way for a joke. That is a joke. The woman she's an actress. She's an actress, this one, are you sure? Are you sure that she's an actress? I'm sure. You're kidding me? No. Okay, let's see. Ik heb deze mooie Russische dame dus net verteld dat het allemaal één grote grap is. En nu komt ze net naar me toe of ik even klaar ben voor een interview. Zij gaat me dus nu interviewen voor de Russische tv. Waarbij ik alvast ga verklappen dat het dus één grote grap is. Lekker zo'n belangrijke rol. And so you believe that anyway, that if she's an actress, it's for nothing? No, it's because of the attention for the problem. But it's not a true story, but it could be a true story. There's a press conference at the end of the show, and there's one reason why it's at the end of the show, because they are going to say to you, this all was one joke, but we have your attention. Thank you very much for coming. Bye bye. Hoeveel mag jij erin? Sure. I'm sure. Nou, dit is de stoel waarop de dame van de Wereldomroep net zat. En die is dus leeg. Iedereen die schrikt zich wild, rent naar de gang, belt de redactie. Het klopt niet. I'm from Al Jazeera English. And I work on a media show. Al Jazeera? Yes. Oeh, dangerous. Not dangerous. No bombs? No bombs. No bombs, okay. I would like to interview you. So? If I may. It's good. Let me grab my camera and I'll come here. I'll wait here. Thank you. What are you doing there? What am I doing? I'm putting the sound below you so we can't see it on the camera. Okay, oh then it's good. Okay. Keep it quiet out there, eh? De vreemde geluidsvrouw hebben ze hier. Mic down, yes, so, like this. You don't like it? Tell me, why have you come today to report on this show? What brought you here? To tell all the journalists here, who came all over the world, that this, what's here happening, is one big joke. You seriously believe this is a joke? And now you're still. And all journalists all over the world came for nothing. Are all losers. And you too. You are a loser. I'm not answering that. Patrick Lodiers heeft net bekendgemaakt dat het dus allemaal één grote grap is, wat wij al lang wisten. Where are you from? From Hungary, from Budapest. Hungary. You're a loser. I am. You think? I think you are a loser, no? Oh yeah? I know. I knew this. You know that? You came all the way from Hungary for this joke show. Yes. And you think it's okay? Absolutely. You are a loser. Why? Because you think I'm a loser for coming here. From how long you work in this media? 1 week. 1 week. You are a loser. Zit nog een klein beetje boter op je hoofd.
Zal ik het eraf halen? Zo, nou is alle boter eraf. Ja, maar ik zit in een heel ander medium dan jij. Ik ben gewoon serieus journalistiek. Zo. En wat dacht je dan wel niet wat wij waren? Ja, nou, jullie hadden gelijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat vind je er nou van als je het zo hoort? Ik vind het op zich wel ludiek. En ik denk dat heel Nederland hierover doorpraat. Maar volgende keer even je ogen open, hè? En je oren open. Beter opletten. Ja, zal ik doen. Okay. Zeg maar ja, meester. Nee, dat zeg ik. Ja, meester. Nee. Doei. Hoe lees jij nou kranten voortaan als je dit weet, dat ze hier zo in stinken? Ja, daarom moet je altijd zelf kritische vragen blijven stellen. En jij weet dat als geen ander. Nou, vind ik een mooi einde. Nou, dan vind ik dit een mooi begin. Dit was de grote hoaxshow. We hadden vandaag moeten leren dat het belangrijk is dat je nierdonor wordt. Maar wat we eigenlijk vooral geleerd hebben is dat de journalisten, en niet te vergeten de politiek, nogal wat boter op hun hoofd hebben. Voortaan kun je dus nog maar op één medium terecht als je echt betrouwbare informatie wil. En dat is... geen stel.